Voorzitter, het geachte lid Gayadin had ook vragen gesteld over corruptieaanpak, corruptieonderzoek. Voorzitter, we horen heel vaak, en misschien terecht ook, van er is zoveel geld gestolen afgelopen periode. Regering, wanneer gaat u het geld halen? Dat hoort u heel vaak, dat hoort u ook. Onze taak als regering is, voorzitter, om het beleidskader te creëren, om die verdragen te tekenen en te ratificeren, die internationale samenwerking aan te gaan. Maar uiteindelijk ligt het aan die werkarmen, zoals het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur, om te zorgen dat ze dat werk gaan doen met het achtnemen van die wettelijke regelingen, voorzitter. En onze taak als regering is om die instituten te versterken. En dat hebben we gedaan. Zowel naar de staande magistratuur als naar de zittende magistratuur. En dat vanaf 1 januari 2022 de rechterlijke macht volledig verzelfstandig zal zijn met hun eigen budget en hun eigen beleid, waardoor de afhankelijkheid met de regering drastisch teruggebracht wordt. We hiermee verhogen en versterken die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En zo werken. Voorzitter, om maar een beeld te geven in één zaak alleen. Eén zaak wat in onderzoek is bij de rechterlijke macht. Voorzitter, en dat is de kwestie van SPSB. Is tot en met vandaag een bedrag teruggevorderd van SRD 745.000, van Amerikaanse dollar 230.000 en 1,5 miljoen euro teruggevorderd, terwijl het nog lopende zaak is. En er gaan nog meer volgen. Ook in die andere zaken, voorzitter. En die andere zaken die gaan volgen, die zijn naschoolse opvang. Start binnenkort. Kasreserve Centrale Bank. Start binnenkort. Een zaak van een gewezen vicepresident volgt binnenkort. Een zaak van een gewezen directeur van de Veiligheidsdienst volgt binnenkort. En zo heb ik nog meer zaken die we van een rechterlijke macht gehad hebben, die allemaal onderzocht worden. Maar laat er wel een sfeer weggehaald worden alsof er geen corruptieonderzoek plaatsvindt in het land. Nee, met hoge prioriteit wordt het aangepakt met de mogelijkheden die we hebben.